Duizenden Molukkers kwamen in 1951 per schip naar Nederland. Ze hadden in het leger van Nederlands-Indië, het KNIL, gevochten tegen de Indonesiërs en waren na de Indonesische onafhankelijkheid niet meer veilig in eigen land. Eenmaal hier werden ze ontslagen uit het KNIL en ondergebracht in barakken in onder meer de voormalige concentratiekampen in Vught en Westerbork. Dat werd en wordt ervaren als respectloos. En dus is het volgens de burgemeester van Leerdam eindelijk tijd voor excuses. In contacten met de Molukkers en met de Molukse wijk merk je gewoon dat het goed zou zijn indien de regering daar een keer excuses voor zou maken. En zou erkennen dat de situatie destijds echt niet goed was. En ja, dat zou een stuk helpen om er een streep onder te zetten en naar de toekomst te kijken. Erkenning, dat is ook waar het Artouche en Julia Leihitu om gaat. Beiden waren kleuters toen ze met hun ouders in Nederland kwamen. Ze hebben in hun jeugd het lijden van hun ouders gezien. En ze zijn dan ook blij met de excuses van de burgemeester. De erkenning. De erkenning, ja, dat mijn ouders, het KNIL militairen, ja, dat de erkenning van dat ze militairen zijn. Ze denken waarschijnlijk van, goh, die KNIL-militairen, die willen alleen maar geld zien. Geld is niet alles. Want ik bedoel, je wilt ook menselijk behandeld worden. Ook bij de generatie van Artouche en Julia is er nog verbittering. Bijvoorbeeld over de moeite die Julia's vader heeft moeten doen om een pensioen te kunnen krijgen als oud-KNIL-militair. Mijn verbittering is ook het feit dat hij had dat niet hoeven te ondergaan. En niet alleen hij, maar ook al die anderen die dat geprobeerd hebben. En die verbittering zal wel nooit meer weggaan. Het is wel verzacht hoor. Uiteindelijk heeft hij die erkenning gekregen 2 maanden na zijn dood. Desondanks is het volgens Julia niet te laat voor de regering om ook eindelijk excuses te maken.